Nou, we zijn hier op de Piet Heinkade aan het IJ. Dit is een gebouw en dat heet het Jopiergebouw. Dat is een gebouw met kantoren. En hier heb ik voor een paar maanden een atelier, een galerie gehad. Gratis van het gebouw, van de eigenaar van het gebouw. Daar was ik heel blij mee. Maar nu, jammer genoeg, moet ik hier weg naar een andere plek op zoek. Ik hoop wel dat ik dat vind voor 1 oktober. Ja, en je wil mensen vinden die schilderijen willen adopteren. Ja, precies. Ja, want ik heb nog in het geheel misschien wel 100 schilderijen van bekende kunstenaars over de hele wereld. Met daarin de droom van een kind verwerkt. En de eigenaar van de schilderij ben ik niet. Dat kind in Brazilië of Argentinië of Madagaskar, die is de eigenaar van de schilderij. Want de kunstenaar heeft het aan het kind gegeven. Maar dat kind is intussen 20 of 25 en heeft intussen een eigen gezin. En die kunnen heel goed wat hulp gebruiken. En mijn idee is nu om deze schilderijen te laten adopteren. Want je adopteert niet een kind, maar je adopteert de droom van een kind in de vorm van een kunstwerk. En dan kun je maandelijks of jaarlijks kun je een bedrag wat je zelf kunt bedenken aan dat kind geven om het schilderij af te betalen. Kun je 10 jaar over doen of zo. En dan hebben ze wel een extra, zeg maar, 20 euro in de maand. Dat is dan weer genoeg geld om hun ijskast af te betalen. Of om hun dochtertje naar balletles te laten gaan. Dat zijn dan dingen die kunnen gebeuren. Of om naar de tandarts te gaan. Dus het schilderij mag in 1 keer betaald worden. Maar het mag ook een kleine gedeelte. En welke bedragen denk je dan aan? Nou ja, vanaf 20 euro in de maand. Ik wil iedereen uitnodigen om hier te komen. Het is Piet Heinkade 55, naast het BIM-huis. En iedereen is welkom om hier dromen te komen weghalen en ervoor te zorgen dat ze gezien worden. Zo werkt het. De droom gaat op reis in een schilderij. En het wordt mooi gevonden, het schilderij. En dan wordt de achtergrond, of eigenlijk het verhaal van het schilderij en van de droom verteld. En als iemand dan dat schilderij koopt, dan komt die droom uit. Zo werkt het. De droom gaat op reis in een schilderij. Adios. No ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol.